Ik ben Goenie Spijkstra, ik ben content- en social stratege en ik heb het vandaag gehad over het gevaar van heel erg inzetten op distributie en bereik. Omdat veel media dan maar de grote trending topics pakken en dezelfde viral's en daardoor alle titels een beetje op elkaar gaan lijken. En ik pleit ervoor dat je als titel weer heel erg gaat zitten op jouw missie, waarom je doet wat je doet. En daar een soort van signatuurartikelen uitkiest. En in plaats van een artikel publiceren, posten en die workflow aanhoudt, heel erg denk van oké, waarom maak ik nou dit artikel en kijken welk artikel je heel erg trots op bent en heel erg impact mee kan maken. En dat je die gewoon helemaal groot maakt en dat je die post op Facebook, kijkt wat voor invalshoeken er nog meer zijn. Misschien een influencer benadert, misschien een talkshow benadert en probeert in plaats van alleen maar bereik dus impact te maken op die onderwerpen die bij jou passen en ja, echt iets teweeg brengt en waardoor je onmisbare content maakt waarvoor mensen bereid zijn te betalen, die ze uit zichzelf delen, zodat je niet meer afhankelijk bent van algoritmes. Ja, en waardoor je op de lange termijn ook kunt gaan overleven als titel.